Addams Family bereidt zich voor om de kerst door te brengen met hun nieuwe vriendin Lily. Het is somber en stijlvol. Maar wie zei dat de Addams Family geen plezier kan hebben? We zijn net op tijd. Mortica en Lily versieren de kerstboom. Losse takken, zwarte versieringen, precies zoals de Addams Family het leuk vindt. Gaat de deurbel? Oh, het is Fester! Lieve oude oom Fester, wat een geweldig kostuum! Het is perfect voor de gelegenheid. Laten we kennis maken. Fester, dit is onze vriendin Lily. Waarom is Lily niet blij om hem te ontmoeten? Ze was niet onder de indruk van zijn verleidelijke blauwe lippen en charmante donkere kringen. Waarom niet? Maar Fester is zeker opgewonden. Hij werd op het eerste gezicht verliefd. Het hart wil wat het wil. Laten we een pauze nemen van de voorbereidingen. Misschien moeten we iets lezen over het maken van toverdranken. Maar nee, Lily krijgt vandaag zeker geen rust. Fester probeert haar aandacht te trekken, hoe hij ook kan. Uit de haard komen met een stomme partypopper in zijn hand is helemaal zijn stijl. Zal onze gast het waarderen? Ik denk het niet. Oké, de partypopper werkte niet. Maar er zijn nog genoeg verschillende ideeën in Fester's heldere hoofd. Hier is het plan. Codenaam, veroveren van Lily. Hey schoonheid, hier is je cadeautje. Interessant. Een briefje? Laten we eens kijken. Een afspraakje op vrijdag de 13e? Je kunt niet ontkennen dat het fantasierijk is. Maar op de begraafplaats? Nee, dat is te veel. Nou, misschien zit er iets nuttigs in de doos? Oh nee, wat is dit blauwe poeder? Oh nee, mijn haar, mijn make-up, alles is verpest. Hoe kwam hij aan zoiets? Ik ben nog nooit zo het hof gemaakt. Neem een doos en een stuk karton. Maak 4 gaten in de hoeken met een perforator. Maak dezelfde gaten in de wanden van de doos. Zet het stuk karton in de doos vast met een elastiekje. Wind het karton eromheen. Zet het vast in 1 positie en giet het in heldere festivalpoederverf. Verzegel de doos en verpak het cadeau in een stuk jute. Versier met een zwart strikje. De laatste hand wordt gelegd aan een briefje met een uitnodiging. Gebruik grijs kraftpapier. Rol het op en bevestig het aan het geschenk. Oh, arme Lily. Het lijkt erop dat Fester erg serieus is. Maar als iemand weet hoe hij zich moet vermaken, is het oma Addams. Ontspannende punkrock in de achtertuin van het huis. Omgeven door graven. Oma, dit is geen goede tijd om te rusten. Fester heeft problemen. Zijn hart is gestolen door onze mooie Lily. Oma is op weg om te helpen. Toen ze jong was, heeft ze 100 vampieren en weerwolven gecharmeerd. Zeker, een van haar drankjes zal Lily verliefd maken op Fester. Wat als we een liefdesdrankje bereiden? Laten we beginnen. Wat staat er in het recept? Hagedissenbloed en de tranen van een goede heks. Geroerd, maar niet geschud. In heet water, maar niet gekookt. Abracazam. Echt waar? Is dit een spreuk? Laten we hopen dat deze ervaren heks niets door elkaar heeft gehaald. Klaar! Alsjeblieft, lieverd. Geef dit aan Lily. En ze zal voor altijd van jou zijn. In de Addams eetkamer klaagt Lily over Fester. Lily vertelt Mortica over zijn pesterijen en stomme grappen. Oh, Lily. Hij begint net. En hier is hij. Een cocktail voor mijn liefde. Wat een heer. Wordt Fester echt beter? En de drank smaakt erg lekker. Oh, mijn lichaam voelt vreemd aan. Oh nee, waar is ze gebleven? Fester Addams, heb je haar in een hagedis veranderd? Het is zo gemeen van je. Wacht, ik denk dat het nog niet voorbij is. Maar er is zeker iets veranderd. Gotische outfit, origineel kapsel, gewaagde make-up. Hey Lily, waarom ben je zo cool? Hè? Zeker in de geest van de Addams Family. Mortica keurt Lily's transformatie goed. En Fester? Nou ja, hij is helemaal blij. Hoe kan iemand dit niet leuk vinden? Om wraak te nemen op Fester gaat Lily het drankje zoeken. Ik ben nog niet in deze vleugel van het huis geweest. De gangen zijn zo donker. En de schilderijen aan de muur zien eruit alsof ze in leven zijn. Wat een vreemde familie. Wat was dat? Heeft iemand geniest?
Er is niemand, alleen deze enge schilderijen aan de muren. Laten we verder gaan. Misschien zijn het helemaal geen portretten. Vester, oma en Mortica? Bevroren in de fotolijsten. Misschien is er iets wat ik kan gebruiken voor een drankje op deze plank? Maar wat is dat ritselende geluid? Wie fluistert er achter mijn rug om? Niet dit en ook niet dit. Oh, wat is dit? Nog een briefje van Vester. Hij heeft zijn idee om Lily uit te vragen voor een afspraakje niet opgegeven. Hij schrijft dat hij op haar wacht op het kerkhof. De kale romanticus kan niet wachten om de reactie van zijn verliefdheid te zien. Rustig, we zijn schilderijen. Vester is zo koppig. Om het te laten stoppen ga ik met hem uit. Eén keer maar. Maar deze portretten zijn zo verschrikkelijk. Wat dacht de kunstenaar wel niet? Dus, Vester, ben je klaar voor je date? Hij is nerveus. Hij gaat naar Lily toe. Maak je geen zorgen. Mortica zal hem helpen om een indrukwekkend uiterlijk te creëren. Deze sjaal benadrukt echt de aardse tint van je huid. Geweldig! Je kunt niet op een date gaan zonder bloemen. Neem dit mee. Lily zal het waarderen. Een date in het midden van de grafstenen. Hoe romantisch! Vleermuizen, koude aarde, huilende wolven. Romantiek! Oh, het paar wisselt geschenken uit. Het lijkt erop dat ze een aangenaam gesprek hebben. Ik vraag me af waar ze het over hebben. Over hoe moerasvampieren leven? Of hoe moeilijk het is om een heks te zijn? De schatjes zijn niet alleen op deze begraafplaats. Oh, het is woensdag. Is ze weer een grap aan het uithalen? Haar motieven zijn duidelijk. Ze is jaloers op haar oom Vester. Er komt een kleine explosie. Of een hele grote. Boom! Was echt eng. En het was echt leuk. We zijn tenslotte de Addams Family. Bedek een kartonnen doos met folie en knip een rond gat. Doe er een dikke koker in, maar schilder het eerst zwart. Bevestig een schuimrubberen baksteen met een lijmpistool. Lijm er een rood explosie-icoontje op. Schrijf een waarschuwing met een stift. Boom! Neem wat vuurwerkkaarsen en een lint. Bind de kaarsen in een bundel. Lijm het vast. Neem nu lange spetterkaarsjes. Steek er één tussen de partypoppers. Buig het aan de basis. Met behulp van een draad maak er nog een spetterkaarsje aan vast. Je zou een lange glinsterende lont moeten krijgen. Breng het vrije uiteinde naar de doos met de ontsteker. Laat nu het explosief ontploffen. Wow, alleen woensdag kan zo'n date verpesten. Hoewel, misschien wilden ze gewoon een vonkje passie toevoegen aan hun relatie. Dit is hoe de Addams Family het doet. En nu is het tijd voor prank wraak. Lily neemt een doos en eieren. Oh, de eieren zien er net zo uit als Vester's kale hoofd. Breek alle eieren in de doos. Bedek ze met het deksel. En draai het om. Nu moet je een briefje met de naam bevestigen en de doos hoog neerzetten. Hier, perfect. Laat het wachten op de ontvanger. Hier komt Vester. Hij merkte de verrassing op. Hij is zo nieuwsgierig. Oh, wat is dit? Roereieren? Allemaal voor mij. Ja, en een portie roze veren. Het blijkt dat Lily ook geen doetje is. Het lijkt erop dat ze leert van haar vrienden. Onze vreselijke romanticus is op zoek naar een plek om een ander cadeau voor Lily te verbergen. Dit is een goede plek. Ze zal het zeker merken. Wanneer heeft iemand Lily's portret geschilderd? Vester kan niet zomaar langs het portret van zijn verliefdheid komen. Ze is zo mooi. Hier ben je. Neem dit. Dit is mijn wraak.
kunstmatige sneeuw in het gezicht. Wat schattig. Nou, Vester is nu nog meer verliefd. Ik zei het toch dat ze perfect was? Ik denk dat het lot is. Kerstmis met de Addams Family is leuk. Hoe vind je dit feestje? Laat het ons weten in de comments. Welk van de personages maakte meer indruk op je dan de rest? Als je de video leuk vond, klik dan op like. Schrijf je in op ons kanaal en druk op de belknop, zodat je niet nog meer grappen van de griezeligste, maar schattigste familie mist.